Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Nagil Aliyah. Voor de allerlekkerste dadels en voor de unieke dadeltruffels, chocoladedadels en dadelkoekjes. Ga nu naar nagilaliyah.nl en ontvang 10% korting op de hele bestelling met code SALAHTI. Slager Vuurplaat Rotterdam. Dat is de beste schnitzel van Rotterdam. De smaak van ons is de beste en daarom de kruiden is geheim. De beste schnitzel van Rotterdam-Zuid. Mag iedereen komen, mag iedereen welkom bij Slager Vuurplaat. الطياره اللي جيت فيها عمري غير من المغاربه وقع لي الغلط قلت واش كان واش راني في الطريق للمغرب ولا راني في الطريق للتركيا واش كونسولتير اللي زعما راك هيلما ماروكانس بريسيس حنا تيخان كاكير ماروكانس 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 Welkom bij Mountains Flames, de expert van Nederland in digitale sfeerhaarden. Maak een afspraak en kom gezellig langs bij ons in de zaak in Rotterdam. Voor meer informatie kijk op www.mountainsflame.nl. Mensen, assalamu alaikum. Welkom bij weer een nieuwe video, maar dit keer in Turkije. We zitten hier aan de Turkse Riviera in de buurt van Alanya en dit jaar heb ik zo achterlijk veel Marokkanen naar Turkije zien gaan. Ik dacht, ik moet er ook achteraan om te kijken waarom wij massaal dit jaar naar Turkije zijn gegaan. Ik ga zo meteen naar Alanya en ik wil weten wat er allemaal aan de hand is. Marokko in Turkije 2021. Kijk mee. Abi, how is Turkey this summer? Good? Very good. Yes, very good? Yeah. Ik zit nu in een Turkse taxi, maar ik mis eigenlijk de 240 D's, de 240 Marokkaanse diesels. Dat zijn de echte taxis. Die paneel van het raam is weg en zo. Uitgestorde taxichauffeur. Is het jou opgevallen dat er heel veel Marokkanen dit jaar hier in Turkije zijn? Wallah, hotel waar ik zit, Dera ja. Alanya, ja. 80% ja. Nederlandse Marokkanen. 80%? Wallah, echt uit Utrecht, Amsterdam, vol. Dit jaar is het jou opgevallen dat er heel veel Marokkanen in Turkije zijn, of niet? Zoveel, bro. Echt? Echt veel. Gekhuis. Gekhuis, bro. Wat vind je ervan? Gezellig, bro. Ja? Goeie vibes. Brengen we een beetje sfeer mee, ja, of niet? Toch, ja, zeker. 10 jaar is het via Amra, geen Mugarba. Ik kan niet gaan, ik kon het washer en vertrek naar Maghrib. Ik kon daar een tekortje. Hoe gaat die leren? Ja, 10 jaar Amra, Mugarba. Ik zit jou zo lang in Nederland. Ja. Ik kom jou in Turkije tegen, niet in Nederland. Apart! Dus je dacht, ik ga hem ooit in Nederland tegenkomen. Maar dan kom je mij in Turkije tegen. Ja, subhanallah, man. De zoveelste Marokkanen ook weer in Turkije? Ik ben half Marokkaans, man. Half Nederlands, ja. Oké, en jij bent? Gewoon Marokkaans. Gewoon normaal Marokkaan. Je bent gewoon normaal, hij is een beetje apart. Soms denk ik bij mezelf, ben ik nou in Marokko? Ben ik nou in Turkije, zoveel Marokkanen hier? Dat dacht ik ook toen ik hier aankwam. Ja? Ons hotel is eigenlijk helemaal Marokkaans, precies. En waarom hebben we met z'n allen gekozen voor Turkije eigenlijk? Ik denk ook enerzijds bewust omdat Nederland zegt, ga maar lekker naar Europa, want Europa heeft een mooi kleurtje en, ja. En Turkije is altijd oranje. Dan zeggen wij, we gaan naar Turkije. Oh, tegenend gewoon. Tegenend. Ik ben hier gewoon met de vader van Abdelhak Nouri, de man die ik toevallig afgelopen Ramadan ook had geïnterviewd. Assalamu alaikum. Kiedirin, libas alaikum. Kus je begirin? Alhamdulillah. Kiep ga Abdelhak, libas alaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gaat yiftah soon, alhamdulillah. Inshallah, yitahassan. Unt dorbi, jfei, wish. Amin, amin. Tlakit ma'a al-Maghreb, bzaf, hali rani fi al-Maghreb. صراحة أنا لاحظت يعني واحد نسبة كبيرة ديال المغاربة كاين هنا أنا هنا في أوتيل أنا في الأوتيلات اللي كاينين في تركيا كاين واحد النوع ديال الأوتيلات كيقولوا حلال أوتيل يعني متوفرين داكشي بالنسبة على حسب الدين ديالنا داكشي محترم يعني النساء بوحدهم الرجال بوحدهم ما كنعرفناش حنا يكون هادشي في بلادنا باش يبقاو نمشيو داكشي اللي غادي نجيو نخسروه هنا نخسروه في بلادنا كوم هير باينا مير ماروكانا نيلاند تيغرا تركا نيلاند Ja, maar dat wel, dat wel. He? Veel Marokkanen. Ja, toch? Maar veel. In bus ook, wij zitten meestal in bus. Ja. Komt deze toe. Maar dan, we zitten veel Marokkanen in bus, man. Ja, ik kan het ook zien aan die hoofddoek, toch? Die hoofddoek ja, is dan andere stijl. Ja. Ik kom uit Utrecht. Utrecht, jij? En ik Rotterdam. Rotterdam, Rotterdam. Ja. Hoe is dit jaar in Turkije? Leuk? Ik vind het helemaal prachtig. Ja? Prachtig. Turk, Marokkaan, dit jaar samen? Oh, samen. We zijn vrienden. Ja. Hier hebben we kennis gemaakt. Echt? Ja, dat is mooi. Verliefd? Ja, helemaal dolaf. Dus dit jaar eigenlijk Marokko in Turkije? In Turkije inderdaad. Ja. En ik voel me ook een beetje hier thuis, want je ziet heel veel Marokkaanse broeders en zusters zijn hier ook. Ja. Ik zeg net tegen hem, kijk hier Marokkaans, Marokkaans, Marokkaans. Hoe is dat nou eigenlijk? Komen jullie hier leven of zo? En als ik zo een beetje kijk, ja, die mensen hebben het ook gewoon allemaal naar de zin, joh. Dus ik spreek gewoon boekdelen, dat zie je wel weer. Gewoon voor Marokkanen gewoon een stadje kopen. Ja, welke stad? Alanya?
Ik weet Alanya, gedeelte van Alanya gaan we kopen voor... Voor Marokkanen? Ja, verkopen. Ja. Voor hoeveel? Omdat ik, ik ben een makelaar, kunnen we doen. Ja. Maar je ziet wel echt zoveel Marokkanen, dat ik een beetje een Marokko gevoel heb gekregen hier in Turkije. Ja, ik moet nu gelijk denken aan zo'n filmpje, volgens mij van Pont. Die zei, alle Marokkanen moeten terug naar Istanbul. Dus Alanya. Het is uitgekomen. Ja. Ik ben wel naar Marokko geweest. Wanneer ben je geweest? Vorige week. Vorige week, Marshall. En hoe vond je het daar? Goed. Goed. Ben je gevaccineerd of niet? Nee, man. Dus we hebben gewoon Marokko gecreëerd in Turkije. In Turkije, bij onze broeders. We zijn allemaal moslimbroeders. Het is allemaal hetzelfde op Marokko of hier ook. Dit is echt de raarste Turkse spijkerbroek die ik ooit heb gezien. Dit is heel apart, dit hoor. Gek, platte, mooi. Op vakantie één tip, mensen, en dat vergeten helaas heel veel mensen. Maar probeer tijdens jouw hele vakantie wel gewoon te blijven bidden. Ik weet het is lastig, hè, chillen, moeheim, dit, dat, allemaal. Ik weet het, we zijn allemaal jong geweest. Maar probeer gewoon toch tijdens heel die vakantie ga even bidden en daarna ga lekker cappuccino drinken, ga lekker chillen. Maar pak je salaat gewoon mee. Dus ik ga nog even l'asha bidden en dan kunnen we weer tegenaan. Hey broeders, kijk wie ik hier tegenkomt. Geef zeker. Advies. Broeder, ben je een kickbokser? Ja, ja bro, ja bro. En deze Turken weten niet dat jij kickbokser bent. Met een hoofd. Ja, ja. Bro, wallah, ik ben meer blij dat ik jou zie. You got Raibi Jamilet. Jamilet? Ja, yeah. Raibi Jamilet. No, Raibi Jamilet, no. No? Magnum, Hornet. Raibi Jamilet. Half ice. No. No? Turkisch dan door me. Turkisch? Ja. Ik heb heel veel video's van jou. Dankjewel man, dankjewel, dankjewel. Het is gruwelijk. Minimaal 800. Minimaal 800. Shalom naar deze brother, wallah. Mensen, ik ben net terug in mijn hotel. Voordat ik naar Turkije ging, maakte ze ons natuurlijk heel erg bang met de beelden van de bosbranden. Maar alhamdulillah, we hebben er niks van gemerkt. Ik heb er niks van gemerkt hier in Turkije bij aankomst en niet heel deze vakantie niet. Maar dan zie je toch ineens dat er twee boten aan het afwikken zijn, net voor het hotel, net voor de kust. En dan schrik je toch wel even. Dan denk je van, heeft dat iets mee te maken of wat dan ook. Subhanallah, ineens allemaal branden. Maar alhamdulillah, ze zijn nu gedoofd. Ze hebben er snel werk van gemaakt. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala Turkije behoeden van al dit vuur. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala alle islamitische landen behoeden. Voor al dit gedoe en alle andere landen ter wereld. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons redden van dit vuur. En natuurlijk ook van het hele vuur, mensen. Allah ihfad.